Een Master of the Universe Classic Review dit keer. En het is Keldor geworden. Wie is Keldor? Nou, dat laten we zo even zien. In ieder geval de verzenddoos. Zo krijg je hem of zo kreeg je hem thuisgestuurd. Natuurlijk wel met een extra doosje eromheen. Dit is eigenlijk het beschermdoosje. Een doosje om de verpakking te beschermen. Ja, want er zijn altijd nog mensen of verzamelaars die natuurlijk actiefiguren verzamelen of wat dan ook in originele verpakking. Of in originele verpakking laten. Nou, heel blanco bijna. Op de achterkant is het eigenlijk bijna niets anders dan hetzelfde. Dit is alweer een ouder figuur. Ongeveer in de periode waar ze, of wanneer ze mee begonnen zijn. En dat is alweer 2009. Jonge, 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 wat deden we toen niet uit? Nou, ik kan u vertellen, in 2009 hebben we nog even, nee, eigenlijk niet zo heel veel. Had ik in ieder geval werk. Dat sowieso. En mijn financiële waren iets, nou, ietsje beter voor elkaar dan nu. Maar goed, ik hoop dat het nog goed komt. Ik hoop het echt. Goed, gauw uit de verpakking halen. Hoewel, verpakking, het is doosje. Doosje is het meer. Nou, hoe ziet Keldor eruit? En wie was Keldor of is Keldor? Keldor de Kelder? Nee, Keldor is deze man. Of slechterik. Nou, toen was je niet zo slecht. Niet zo slecht als die ooit zou worden. Want dit is de persoon voordat hij Skeletor werd. En je ziet het al een beetje aan zijn kledijen. Toch of niet? Ook is dit weer een origineel figuur. Staat hier ook op. Terwijl het eigenlijk niet zo is. Dit is weer een heruitgave. En ik vind het op zich niet zo erg, of vond het op zich niet zo erg, want we waren er allemaal blij mee, want de figuren die toen uitkwamen, waren ontzettend snel uitverkocht. En dan ben je blij dat toch een bedrijf als Mattel, want daar hebben we het nog steeds over, het toch weer de figuren weer hermaakt en herdrukt enzovoort meer. Ja, hoe moet je het noemen? Kijk, maar Mattel nog steeds. Nu niet meer. Nu zijn ze ermee opgehouden. En Super 7 is ermee doorgegaan. Keldor, kijk, hier kun je zijn biografie even lezen. Kun je even pauzeren. Het is er trouwens later bij verzonnen. En dit is de Keldor niet van de Filmation serie, maar meer de Keldor uit de 2000 serie. Daar zag je ook echt een Keldor. En in de Filmation ben ik hem nog niet tegengekomen. Daar zag je ook niet echt de geschiedenis van Skeletor. Toen dacht je van, ja, wie is Skeletor eigenlijk? Ja, dat is de slechterik. En meer kwam je niet te weten. Ik ga Keldor uit de verpakking halen en dan zien we zo dadelijk weer de rest. En ook Keldor is eindelijk uit zijn verpakking. Gelukkig ging dat wat sneller. Want nu ik weet hoe ik het uit kan halen. Weer met deze bandjes uiteraard. Die ik ook weer bewaar. Ja. Hier is dus Keldor. En dat was de review. Nee. Ik kan het bijna zeggen. Want ja, Keldor lijkt in feite heel veel op het figuur van Skeletor. Maar het is ook één en dezelfde persoon.
Ik kan dat nog niet vergelijken, want Skeletor is nog in zijn verpakking. Ga ik ook wel doen. Het is bijna, zoals ik het kan zien, behalve zijn hoofd en zijn cape hetzelfde. Maar toch ook weer niet. Wie is Keldor eigenlijk? Nou, Keldor is dus eigenlijk de voorloper van Skeletor. Skeletor is een gemeen persoon. En je kan erop aan dat hij gewoon gemeen doet en altijd gemeen doet. En als je een list bedenkt van, hey, ik doe nu minder gemeen, dan moet je dat dus niet vertrouwen. Nou, dit is eigenlijk een klein beetje andersom. Dit is toch wel een aardig persoon, tussen haakjes. Maar een beetje achterbaks. Wel slim, met de tegenoverstelling van Skeletor. Die heeft zijn slimheid en zo lijkt het een klein beetje verloren. En ja, slim en een beetje geleerd. En dat kan je ook zien, want dat krijg je mee. Kijk, dit is dan zijn potion. Zijn gif. Waarschijnlijk, ik zeg waarschijnlijk, het is niet zeker. Ik geloof dat ik het wel of niet gezien had. Ik weet hoe die Skeletor ontstaan is, maar geloof niet daardoor. In ieder geval, het had er wel mee te maken, laat ik het zo zeggen. Waardoor hij dus wel Skeletor, waardoor Keldor dus als Skeletor verandert. Mede daardoor. Ja, het is een buisje, zo lijkt het. Hebben ze toch wel iets extra's meegedaan. Leuk klein dingetje die je, als je er niet goed op let, het ook gauw kwijtraakt. Een klein doorzichtig stukje plastic. Leuk. Wat krijgt Keldor nog meer? Twee zwaarden, zo lijkt het. Maar eigenlijk is het er één. Het zijn twee helften. Ik had er al een keer een commentaar op geleverd. Dit hoort ook echt zo. Je kan inderdaad zeggen van, nou, ik doe het alsof hij twee zwaarden heeft. En of ik doe hem inderdaad ook aan elkaar. Jee, dat kan heel goed als het goed is. En waarom is het als het goed is? Nou, het heeft nogal lang in de verpakking gezeten, dus het is een beetje vervormd, ziet u. Zo klik je hem dus aan elkaar. En zo heb je één zwaard. En met verschillende figuren, zoals He-Man en Skeletor, die hebt ook al een half zwaard. En zo kan je ze beide aan elkaar doen. Ik had het trouwens ook niet verwacht dat Keldor er ook één zou hebben. Maar dit is dan weer een ander zwaard dan die van He-Man. Ja, zo is het verhaal nu eenmaal. Een iets andere verhaal dan de Filmation tekenfilm. Maar ja, dat komt ook, je hebt eigenlijk drie verhalen van Masters of the Universe. Je hebt de Masters of the Universe comic. Je hebt de Masters of the Universe Filmation. Dus eigenlijk door de comic ontstaan. En je hebt de 2000-serie. En niet vergeten, hoewel ik het eigenlijk wel wil vergeten, je hebt ook nog de New Adventures of He-Man. Dat is ook weer een heel ander verhaal. En een hele andere twist. Wat mij betreft de minder populairdere. Maar goed, verder laat ik het een klein beetje meer zien. Je kent ook zijn grijns. Je kan zeggen, hé, dat is een typisch tandpasta-grijns. Een Hollywood-grijns. Lachen in de camera, maar intussen. En ik weet het niet, hij doet me denken aan iemand, niet in mijn omgeving, nee, aan iemand waar hij op lijkt. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 zeggen. En verder, ja, is het bijna, tussen haakjes, bijna hetzelfde kledij als Skeletor. Maar toch wat meer details en iets andere kleur. In details zitten er genoeg lenden. Broekje is in dit geval anders. Kijk, de achterkant is dan wel een vachtje. En de voorkant is een slappertje, zou ik het dan maar zeggen. Een stukje leer, of meerdere stukjes leer. En de beroemde cross
of kruisboons. En ook Keldor heeft dezelfde bewegingsvrijheid. Zijn hoofd kan draaien, maar wordt verhinderd door zijn lange haar op de achterkant. Zijn arm kan uit en natuurlijk in en helemaal voluit draaien. Hoewel dat ook weer verhinderd wordt lichtelijk. Verder kan zijn been naar zij, been naar voren en ook naar achteren. En buigen bij de knie en een twist bij zijn voet. En ik hoopte nog dat hij ging draaien, maar in ieder geval wel naar achteren, maar wat minder naar voren. Heeft hij nog een draai in zijn pols? Ja, dat heeft hij ook. Een van de weinige. En zo is Keldor een klein beetje in het kort. Dan kan ik alleen nog zijn zwaard erin doen. En dan zeg ik u alweer gedag. Als dat lukt. Ja, dat lukt zo. En zo, kijk. Zo, en dan die misschien ook in zijn hand. Kijken hoeveel minuten hebben we nog. Oh, we hebben nog een paar seconden. Ja, ik wil er nog meer doen vandaag. Nou goed, dat laat ik dan even achterwegen. Dit was Clyde and Jealous met weer een speelgoedreview. Dit keer was het Masters of the Universe Keldor. Ik dank u wel voor het kijken en heb nog een hele fijne dag. Dag.